Frits Lucht was een zondagskind. Hij heeft al op heel jonge leeftijd zich met de studie van Rembrandt bezig gehouden. En met name was hij gefascineerd door de figuur van Rembrandt. Rembrandt als tekenaar, Rembrandt als etser. En heeft toen op 15-jarige leeftijd een boekwerk gemaakt dat hij zelf geschreven heeft en ook zelf geïllustreerd heeft. Waarbij hij de tekeningen en de etsen van Rembrandt heeft nagetekend en om ze oud te doen lijken ze zelfs een beetje bijgekleurd heeft met theeblaren. Dat boek heeft zoveel indruk gemaakt, was in manuscript, en heeft zoveel indruk gemaakt op kunsthistorici van die tijd, dat men zei, in die jongen zit een geboren museumdirecteur. Dat is hij nooit geworden, hij heeft zijn eigen weg gekozen in dit leven en dat is een weg die fascinerend was gedurende zo'n 40, 50 jaar, waarin hij alle mogelijke initiatieven heeft ondernomen, in Parijs catalogie heeft gemaakt, een grote verzameling heeft aangelegd en tenslotte in Parijs het Institut Néerlandais heeft opgericht. Als je deze zogenaamde Hollandse Kamer doorloopt naar dit halletje, dan sta je in het voorportaal van de kluis die daarachter zich bevindt, waar de schatten van Custodia liggen. Tekeningen van Rembrandt, tekeningen van Rubens, van beroemde Italianen, van allerhande kunstenaars uit de 17e en de 18e eeuw. Er is ook een verhaal bij dat hij in 1919 op een veiling was en wist dat daar een Rubens was. Die staat hier ook afgebeeld. En die kon hij niet vinden in de veilingcatalogus, deze tekening. En ja, wat is er dan gebeurd? Of die tekening die is gestolen, of die is verkocht, of die is al van tevoren uit de verzameling gehaald. Maar hij is gaan kijken op de veiling en toen bleek deze tekening verstopt te zitten in de laatste lots van tekeningen waarvan men niet precies wist wat het voorstelde. En toen zag hij, oh, maar die Rubens zit in die laatste lots, daar moet ik bovenop zitten. En hij heeft dus de veiling afgewacht en is daar gaan zitten, zat naast iemand van het museum die op een gegeven moment zei, nou, nu is het wel voorbij, de veiling. En zei, ja, het is voorbij, wat er nu komt, dat heeft de veilingmeester alleen nog aangezien als niet te duiden. En dat kocht hij dan voor 127 gulden.